En dan de Ramadan, die is vandaag begonnen. Zo'n 900.000 moslims in ons land doen mee aan de vaste maand. Maar de traditionele uitgebreide maaltijd na zonsondergang is niet voor alle moslims vanzelfsprekend. Door de energiecrisis, inflatie en dus veel hogere prijzen voor voedsel is het voor duizenden van hen niet meer op te brengen. Maar er is een oplossing voor. Hallo, goedenavond. Alsjeblieft. Dankjewel. Hoe welkom is dit nou? Ja, super welkom. Tegenwoordig is alles zo ontzettend duur dat ik eigenlijk haast niet meer uitkom. Het verhaal van Marielle, onlangs bekeerd tot de islam, staat niet op zichzelf. Veel mensen kunnen maar moeilijk de eindjes aan elkaar knopen op dit moment. Voor de derde keer worden in Brabant en Limburg tijdens de Ramadan voedselpakketten uitgedeeld voor mensen die het hard nodig hebben. En dit jaar is het dus belangrijker dan ooit. Voor de normale mens met een normale inkomen zijn het steeds moeilijker wordende tijden, dat klopt. Ja. En u merkt dat daardoor ook de vraag meer is geworden? Ja, de vraag wordt alleen maar meer, tuurlijk. Het is haast onmogelijk gewoon geworden op dit moment. Ik kan, van dit kan ik gewoon een week bijna eten maken. Dat je denkt van, het ziet er heel weinig uit, maar met een beetje creativiteit kom je heel ver eigenlijk. Het is echt nodig en deze maand kunnen we gewoon ook die mensen heel hard helpen. En dan kunnen ze toch dat geld wat ze nodig hebben voor andere dingen gebruiken. Dus wij staan, staan voor de mensen elke dag staan we hier klaar. En we proberen het mooiste van te maken. Heel veel liefde zit hierin, zeg maar. Dit werk wat we hier doen. Je krijgt er niet voor betaald of zoiets, maar je doet het gewoon omdat je, het is gewoon liefde wat in je hart zit. Dus vandaar dat we hier allemaal samen zijn. En de vrijwilligers doen ook zelf mee aan de Ramadan. En dat betekent niks eten en drinken tot zonsondergang. Best moeilijk met al die lekkernijen voor je neus. Ja, dan krijg je watertanden van, weet je. Maar het is gewoon even volhouden en hopelijk, ja, dadelijk is het gewoon etenstijd, kunnen wij ook lekker gaan eten. Maar het is gewoon belangrijk dat de mensen die het nou harder nodig hebben dan ons, dat wij eerst voor hun klaarstaan en dat wij dan daarna komen. Het neemt gewoon een stukje zorgen weg. En dat is wel wat mij zelf als mens heel veel goed doet. Een wilde achtervolging vanochtend op de A27 zorgde...